Hé, wie zijn dat? Ja, goed gezien. Dat zijn twee vlindertjes. Wij gaan vandaag ook een vlindertje maken. Kijk maar eens goed naar zijn vleugels. Zijn vleugeltjes die zijn aan twee kanten precies hetzelfde. Dat noemen we het spiegelbeeld. Dat is een moeilijk woord, hè? We zullen samen eens kijken hoe wij dat ook kunnen doen. De mama's en papa's van de poezenklas die kunnen het blaadje terugvinden in het documentje dat ik heb doorgestuurd. Als anderen het ook graag willen gebruiken, je kan gewoon op Google eventjes vlinder intikken en dan kom je erop bij. Je gaat je blaadje eerst precies in het midden van het buikje van de vlinder plooien. En dan ga je het ook nog eens naar de andere kant dichtplooien, zodat je kleuter het zelfs ook gemakkelijk kan vouwen. En dan ga je over het lijntje nog eens goed met je nagels over. En dan is het blaadje al klaar. Je kan best ook een bordje met verf al klaarzetten, want als de kleuters met penselen in de potjes gaan moeten, dan gaan de kleurtjes door elkaar geraken. Heb je plakkaatverf, dan gaat het beste gaan voor onze kleuters. Dus ja, en heb je geen plakkaatverf met waterverf, kan je het ook proberen, maar dan ga je gemakkelijker gaatjes krijgen. Zijn jullie er klaar voor? Kijken jullie mee? Eén handje, ons blaadje leggen op de vleugel van de vlinder, want daar mogen wij niet schilderen. We gaan maar één kantje schilderen, let op hè. Ik ga met mijn borstel met veel verf nemen. En ik ga hier een gele bol maken. Kijk wat ik doe. Handje mag weg. Penseel leg je maar eventjes neer. Handje mag weg. Nu moet mijn blaadje dicht. En nu moet mijn handje kloppen. En dan gaan we piepen. Ik ga hem open doen. Oh, kijk. Nu heeft mijn blinder aan twee kanten al een kleurtje. Gaan we nog een keer doen. Hè? Handje op het blaadje en aan de andere kant schilderen. Nu ga ik een andere kant kiezen. Hè? Nu kies ik de paars. Ga ik met de paars schilderen. Penseeltje weg. Handje weg. Dan maak je dicht. En dan gaan we kloppen. Goed, je doet met je handje. Dan gaan we weer kijken of we hebben getoverd. Hè? We kunnen toveren. Oh, kijk eens. Onze vlinder krijgt ook al twee kleurtjes. Gaan we dan doen. Hè? Handje op je blaadje, maar in de verf met je handje. Nee, dat is geen goed idee. Hè? Als je handje er niet meer goed kan, doe je handje er maar naast. We gaan maar aan één kantje schilderen. Dan gaan we aan deze kant schilderen. Hè? Roos, ik kies nog veel roos. En dan gaan we nog eens dicht doen. Hè? Eén kant schilderen is genoeg, want we doen hem dicht. We duwen met ons handje en dan maken we het spiegelbeeld. Dan gaan we kijken of het gelukt is. Hè? Oh, kijk eens. Wij maken mooie spiegelbeelden voor onze vlinder. Kijk, wat gaan we nog met de rode doen? Zijn hoofdje ook. Ik kan al een beetje versieren ook. Ik kan nog een beetje bolletjes schilderen op mijn vlinder. Dat vind ik wel leuk. Ik kan nog een roze bol bij de paarse doen. En een paarse bij de rode. Kijk, en dan doen we dicht. Gaan we duwen met ons handje. Doe hem op. En onze vlinder is helemaal klaar. Kijk, hebben we een spiegelbeeld gemaakt. Helemaal zelf. Knap van jullie zeg. Als je hem nu laat drogen, kunnen jullie of mama en papa hem strakjes uitknippen. En kan je hem nog op een wc-rolletje kleven. En dan kunnen jullie er misschien wel mee door de tuin vliegen. Veel plezier ermee. Dag!